Op de training zagen we ze nog wel, de bekende gezichten van PSV. Maar dat zal in de wedstrijd tegen FK Zeta wel eens anders kunnen zijn. De vaste spelers krijgen rust. Een speler wil altijd spelen. Maar de trainer moet de lange termijn in de gaten houden. En er komen nog heel veel wedstrijden. Er komt nog een bekerronde zometeen als ze doorkomen. Komen er 6 wedstrijden bij. Ja, daar moeten we wel goed rekening mee houden. Zometeen krijg je 3 wedstrijden in de week. Nu is het nog niet zo, maar zometeen wel. En als je dat nu al van tevoren de tank een beetje bij kan vullen, ja, dan zou ik het ook niet laten. Voor anderen betekent het de kans om te laten zien wat ze kunnen. Ja, heerlijk. Europese wedstrijd. Daar droom je van. Dus ja, mooi. Je moet gewoon geconcentreerd zijn en hard werken. En hoe heet dat? Ik denk dat ik het moet laten zien als ik de kans krijg. Ja, dat is prachtig, man. Daar heb ik echt van gedroomd. Peter van Ooyen dus wel, Mark van Bommel niet in actie tegen FK Zeta. Een flink door elkaar gehusteld team dus, maar waag het niet om van een gelegenheidselftal te spreken. Ik heb al meer gezegd dat je niet kampioen kan worden of een goed resultaat krijgen met 11 of 9 man. Je hebt gewoon 20 man nodig. En morgen staat er een elftal die gewoon... Wat gewoon een heel goed elftal is. En daar kunnen ze laten zien, Europees gezien, laten zien wat ze kunnen. Dus ik vind een gelegenheidselftal vind ik te minder waardig ten opzichte van voor de spelers. Hoewel PSV door de 5-0 overwinning al zeker is van de volgende ronde, zullen er toch ruim 20.000 toeschouwers op de tribune zitten. Opmerkelijk? Nee, want PSV speelt, vind ik dan, heel aantrekkelijk voetbal. Heel aantrekkelijk om te zien. En een goede manier. De houding van die spelers staat goed. Dat zagen we vanochtend ook weer op de training. Ja, er zit wel plezier in.